Dit is Jacobus kapitein. Hij werd als kind tot slaaf gemaakt. Maar later werd hij de eerste zwarte dominee en promovendus van de Republiek. In 1725 werd Jacobus als 8-jarig jongetje weggeroofd bij zijn ouders in Ghana. Hij heette toen natuurlijk nog geen Jacobus, maar zijn oorspronkelijke naam kennen we niet. De man die hem kocht, deed Jacobus cadeau aan ene Jacobus van Gogh, kapitein bij de West-Indische Compagnie, die veel geld had verdiend aan de slavenhandel. Die slavenhandel werkte ongeveer als volgt. Vanuit de Republiek vertrokken schepen vol met goederen als drank en kleding naar de Afrikaanse westkust. Daar werden deze goederen verruild voor slaven. Na keuring werden de geselecteerde slaven naar de Nieuwe Wereld gebracht. De omstandigheden op die overtocht waren slecht. Talloze mensen overleefden het niet. Maar met Jacobus kapitein liep het anders. Hij werd niet naar de plantages in het westen gebracht, zoals vele anderen, maar naar Den Haag. Van Gogh behandelde hem als een pleegzoon. Hij kreeg onderwijs in lezen en schrijven, wiskunde, schilderkunst en de klassieke talen. Toen hij wat ouder was, werd Jacobus gedoopt. Ook mocht hij theologie gaan studeren in Leiden. Een paar jaar later werd Jacobus de eerste zwarte promovendus van de Republiek. Het onderwerp van zijn onderzoek was een verdediging van de bekering van slaven tot het christendom. In Europa was slavernij in die tijd onder druk van het christendom verboden. Maar voor Afrikanen werd een uitzondering gemaakt. Men maakte een kunstmatig onderscheid tussen mensen op basis van kleur, om de slavernij van zwarte Afrikanen goed te praten. Tegelijk wilden Europeanen graag hun geloof verspreiden. Maar het was gebruikelijk om bekeerde slaven vrij te laten. Dat was een brug te ver. Kapitein stelde in zijn proefschrift dat dat niet hoefde. Zijn bedoeling hiermee was om de bekering tot het christendom onder slaven te bevorderen. Dat viel in goede aarde bij de West-Indische Compagnie. Die stelde kapitein daarop aan als predikant in het Fort Elmina in Ghana. Maar Jacobus kon daar niet gelukkig worden. De Nederlandse slavenhandelaren zagen hem niet voor vol aan vanwege zijn huidskleur, terwijl hij voor de Afrikanen juist in Nederlands was. Bovendien mocht hij van de WEC niet trouwen met een jonge Afrikaanse vrouw die hij daar had ontmoet. In 1747 stierf hij op slechts 30-jarige leeftijd. Hoewel kapitein de eerste zwarte Afrikaanse promovendus en dominee in de Republiek was, kon hij door tegenstanders van de slavernij moeilijk op het schild worden gehesen. Zijn proefschrift hield namelijk in bepaalde zin een verdediging van de slavernij in. Maar kapitein verdient het om herinnerd te worden. Ook om een andere reden. Voor zijn dood vertaalde hij de 10 geboden en het Onze Vader in een Ghanese taal. Dat was de eerste keer dat die taal op schrift gesteld werd. Kapitein is dus op verschillende manieren een belangrijke figuur in de geschiedenis. En zo geschiedde.